mij laat op. 80. Doe het nou. Ja, hij begint. Ja. Oké, Marcel Lucht zit ik in de auto. En de reden waarom is wel aardig. Heb je ooit in een elektrische auto gereden? Nee. Oké. Automaat? In het verleden wel. Nu niet mooi meer. Mooi zo. Oké. Eén been gebruiken. Ik weet het. Ja? En de linker niet, anders dan zitten we meteen gewoon in het glas. Ik weet het. Deze naar links en naar voren. Dan zie je hier een mooi beeldje met ook hoe je gaat rijden. Dus ga maar even naar achteren. Okay. Dan gaan we eventjes in Bilthoven. Waar zitten we hier rijden? Dat klopt, Bilthoven, ja. En Marcel Lucht is van Salesprof. Helemaal juist. En ik heb gehoord van een collega van jou dat jullie het meest unieke bureau zijn op het gebied van werving en selectie van sales professionals. Naar links naar achteren. Ja. Oké. Ever. De hele wereld. Precies. Dus hij was echt een typische salesman. Geen enkele vorm gaan we links. Die kant. Geen enkele vorm van limitatie, geen valse bescheidenheid. Nee. Jullie zijn uniek. Waarom is Salesprofs uniek? Wij zijn uniek omdat wij van mening zijn dat werving en selectie old school niet meer van deze tijd is. Hè? Dus het zuiver en alleen kandidaten voorstellen als en dan een percentage van het salaris. Eisen als vergoeding daarvoor, dat is niet meer van deze tijd. Maar dat zijn toch heel veel wervingsselectiebureaus die dat station gepasseerd zijn? Is dat zo? Toch niet uniek, het is toch gewoon van... Noem er eens. Het is allemaal veel meer partnerships. Ja, het is jouw business, maar je zegt van iedereen zit nog in het verleden. Ja. Mag je hier linksaf of moet je hier rechtsaf? Ik denk dat je hier gewoon rechtsaf moet. Ik denk dat wij hier inderdaad rechtsaf... Dus met een auto moet je wel, elektrische auto, moet je aan de... Laten we even kijken of dat... Volgens mij kan dat wel, want ze hebben ruimte gecreëerd. Ja. Okay. Je moet je wel aan de regels houden, dat is echt... Anders dan iedereen kent jou. Okay. Ja, dat is inderdaad waar. Oké, jullie zijn niet meer ouder, maar hoe doen jullie het dan wel? Nou, wat wij van mening zijn is allereerst iedereen tegenwoordig die gaat direct op LinkedIn kijken en op Facebook. Dus wij proberen dat sociale profiel, het social CV, ook direct mee te nemen in de werving en selectie. Okay. Werving en selectie is van nature natuurlijk een verschrikkelijk arbeidsintensief proces. Ja. En wat je moet voorkomen, of als je in deze business door wil, moet je zorgen dat je zo kostefficiënt bent. En kostefficiënt in dit geval betekent, en daar weet jij alles van, Vincent, internet. Aha. Gadgets, zorgen dat je zoveel mogelijk online doet. Dat proberen wij dus ook te doen. Middels een database waar we niet alleen matchen op de harde criteria, maar ook op de soft skills. Dus ben je een hunter of ben je iemand die meer conceptueel is. Allemaal dat soort zaken nemen we ook mee. Mm-hmm. En we proberen direct ook een video van de kandidaten te presenteren. Ja, ja. Moeten die mensen dat zelf doen of doen jullie dat? Of heb je daar nog hulp voor? Op dit ogenblik zo dat ze dat op het moment dat ze bij ons op de website inschrijven. Dat ze dan direct... de mogelijkheid hebben via een webcam een kort filmpje op te nemen. En dat geeft de recruiters van de bedrijven waar wij voor werken natuurlijk uitermate snel een beeld van hey, dit is iemand die past binnen mijn organisatie of niet. Ja, dus gewoon het gaat over chemistry. Hoeveel mensen werken bij jullie? Op dit ogenblik werken we met een man of zeven. We hebben twee eigenaars en dan nog een aantal business partners waarvan ik er één ben. Ja. Hoeveel kandidaten plaatsen jullie per jaar? Dat wisselt. Grosso modo een 100 ongeveer. 100 stuks. Dat is in ieder geval wat we onszelf voor dit jaar ten doel hebben. Ja. En hoe prijs je het? Heel simpel, €5.000 per plaatsing, dus sowieso no cure no pay. Okay. €5.000. €5.000. Dus niet meer gewoon een derde van het salaris. Dat klopt, want dan is het belang van de werving- en selectiebureaus opeens dat jij zo hoog mogelijk salaris moet gaan bedingen. Nou, ik denk niet dat het een belang van de klant is. Mm-hmm. En wil je garantie? Dat kan dan ook nog. Dan hebben we ook nog twee smaken voor 7,5. Dan heb je maandgarantie. Wat inhoudt, neemt de kandidaat afscheid. Ja. Of zeg jij van, ik zie je toch niet zitten met die kandidaat. Heb je binnen een maand heb je de mogelijkheid om een nieuwe kandidaat te krijgen. Ja. En wil je datzelfde garantie, maar dan 3 maanden, dan kan dat ook. En dan kost het je 10 mil. Heel transparant, heel helder. Heel transparant, heel helder. Precies. Dus het gaat allemaal over kwaliteit. Ja. Jullie hebben ook natuurlijk een heleboel video's van allerlei klanten online staan. Die vertellen over hoe het met jullie werk is. Ook dat, daar zijn wij mee bezig. Ik moet zeggen, we zijn met die community flink aan de boom aan het schudden.
En dit interview hoort daar natuurlijk ook enigszins bij. Ja, hoe lang ben je begonnen? Nou, ik ben zelf vanaf november dit jaar ben ik aan de slag bij Salesprof. Daarvoor heb ik internationaal heel veel in de ICT en telecom gezeten. Ja. Ook voor recruitment of andere? Draai maar even om, dan gaan we weer terug. Dat is goed. Ja, nou ja. Ook voor... Gewoon even een rondje draaien. Zo. Ik moet eventjes zorgen dat we ruimte hebben om dat te doen. Ja. Ik heb zelf in de sales en de marketing gezeten. Ja. Maar, lekker kleine draaicirkel heeft hij, hè? Ja, ga eens even trouwens, stap eens even op de gaspedaal. Tel jij de boete? Ja. Ga maar. Doe maar eventjes gewoon even voelen hoe dat trekt, zeg maar. Ja. Want ik weet niet wat voor een beeldje had van elektrische auto's. Dus nu is het wel goed. Ik bedoel, we rijden nu 50 kilometer zo. Precies. Hoe vind je het rijden? Dit, ja, het is, het trekt lekker. Alleen, ja goed, de range, dat is nog steeds een hekelpunt, denk ik, hè, bij de elektrische auto's. Nee, en range is gewoon een feature die gewoon zichzelf zeer sterk ontwikkelt. Want er zijn nu gewoon BYD, dat zijn Build Your Dream, die zijn 350 kilometer. De Tesla komt nu uit met een 7 persoons met een honderden kilometer. Nee, gewoon. Okay. Die heeft een 480 kilometer. Dus dat zijn gewoon batterijtjes. Dat is meer. Het gaat even om. Ja. Dit is een ontwikkeling voor de komende tijd. Okay. En inderdaad, je moet gewoon ook zo'n laadstation hebben die het in 20 minuten even gewoon volgooit. Dat soort dingen hebben en dat dus gaat binnen 20 minuten ook? Ja, 20 minuten heb je ongeveer 100 kilometer erbij. Oh, dat is. En echt, ik heb meestal, ik bedoel, 90% van mijn dagen. Ik rijd er veel mee, 1000 kilometer per week. En meestal is het gewoon meer dan genoeg om met die 130 kilometer die ik dan per dag heb om mee te werken. Dat is mooi, Vincent. Want het is 3 keer zo goedkoop als benzine. Nee. Maar goed, maar in ieder geval het gaat even over dat het lekker stil en dat het lekker trekt. Hoe zie jij trouwens? Ik vind trouwens 100 kandidaten dan wel heel weinig. Vind je? Nou, we zijn net met het nieuwe business. Dat is dan ook 100, dus 500.000 euro omzet. Dat is natuurlijk ook niet echt gewoon om 5 mensen bezig te houden of 7 mensen. Dat is ook niet echt vetpot. Het groeit en je moet natuurlijk wel zorgen dat je een basis hebt. Wat we wel merken is klanten die eenmaal bij ons klant zijn, die komen steeds terug. En de markt is momenteel ook niet optimaal. Kijk, je kunt wel heel hoog schieten. Nee, maar ik bedoel, ik vind 100 mensen vind ik niet veel. We hebben gewoon zeg maar 6,7 miljoen mensen. En daarvan, hoeveel mensen zitten er in sales? Vertel jij het me? Ja, nee, jij bent de businessman in recruitment voor dingen. Maar ik vind in ieder geval helder, transparant en eenvoudig. Ik begrijp het. Lijkt me ook een heel redelijk bedrag. 5.000. Maar ik ben benieuwd naar de ervaringen en... Inderdaad, dat je hoeveel je kunt automatiseren met zoiets. De ervaringen zijn... Het gaat over de chemistry. Ja. Maar hoe kun je de ervaring... Wat jullie zeggen natuurlijk, jullie zijn salesmensen. De ervaringen zijn fantastisch. Nou, wat heel erg positief is... is dat die video die online staat... en dat proberen wij onze kandidaat ook echt te vragen... dat de recruiters heel veel werk uit handen neemt. Wat wij doen is zorgen dat we zoveel mogelijk al een voorselectie maken. We pushen ook een kandidaat waarvan wij denken... die past binnen de cultuur van de organisatie... Mm-hmm. En dan heeft zo'n recruiter al meteen te zien van... Oké, deze kandidaat heeft een filmpje. Wow, aardige kerel. Of die kandidaat, die komt een beetje stug over. Ik weet niet of dat een goede match is. En dat zorgt voor een enorme efficiëntiewinst. Ja. Okay. Ja, ik vind het in ieder geval een heel helder concept. Okay. Maar ik vind 100 mensen wel heel erg weinig. Dat is echt gewoon van... Als dit een beetje gaat lopen, lijkt mij... Als het goed werkt. Ja. Maar, oké, we hebben elkaar dus leren kennen omdat ik iemand vroeg gisteravond of hij een greenscreen had. Klopt. Ik moest even een opname maken over de Computer Electronics Show. Ja. En ik heb een greenscreen en jou al zo'n ding opgehangen. Dus jullie gebruiken dat soort dingen? Ja, het is belangrijk om jezelf goed te presenteren. En met een greenscreen of een bluescreen, zoals het vroeger heette, kun je een hele hoop leuke dingen doen. Dat weet jij natuurlijk als gadgetman als geen ander. Mm-hmm. Dus wij hebben dat ook. En wij kunnen de kandidaten, als ze bij ons op gesprek komen en ze willen een filmpje opnemen, kunnen we dat meteen faciliteren. Ja. En dat doe je dan ook gewoon. Als iemand een leuk filmpje wil maken, wat zet je dan als achtergrond? Dat kan van alles zijn wat bij de kandidaat past. Okay. Wie is ermee begonnen? Wie zijn dat? Dat zijn Cor de Boer en Lucas Wemis. Dat zijn de twee oprichters van... Lucas kwam ik inderdaad even tegen. Die kwam ook meteen met wat meer lampen aan en zo. Die hadden in ieder geval gewoon wat... Je waren in ieder geval met video bezig. Dat was duidelijk. Precies. En wat hebben die als achtergrond? Lucas is een oud collega van mij. Hij is verantwoordelijk geweest voor het verkopersmobiel
bij KPN. Mm-hmm. Ik was daar op dat moment sales consultant. Dus ik deed meer de consultative selling, zoals dat dan zo mooi heet. Ja. Klanten adviseren en niet zozeer het moeten pushen van de sale. En we zijn elkaar een maand of vijf geleden weer tegen het lijf gelopen. Toen zei hij van, joh, wil jij niet bij mijn team komen? En die andere, die Lucas? Nee, Cor. Oh, dat was Cor. En Lucas? Ja, Dit was Lucas. En Cor is iemand die een vriend is van Lucas. En die hebben dat een paar jaar geleden opgezet. Maar is één van die twee dan in de recruitment sfeer ooit begonnen? Dit was een eerste. Zij zijn eigenlijk van mobiel. Van mobiel zakelijke sales. Zijn ze dus naar recruitment gegaan. Ja, want ze hebben gemerkt dat werving en selectie van salesmensen, dat het ook een apart vak is. Het zijn een apart soort mensen. Ja, ja. Ja, en daar moet je gevoel dus ze komen eigenlijk uit de saleswereld en niet uit de recruitmentwereld. Precies, dat is het. Nou, dus ze durven ook nieuwe concepten neer te zetten. Ja, inderdaad. Noem eens wat klanten voor wie je werkt. En we werken onder andere voor Pijnenburg. Je weet nu, ik wil nu naar de laadpaal. Jij wil nu naar de laadpaal. Hij zei, je moest ergens over een beetje bij je heen moeten. Ik weet ongeveer welke kant we moeten. Mooi zo, oké. We werken onder andere voor Pijnenburg. We werken voor TransIP. TransIP is een heel innovatief, nou, die ken jij waarschijnlijk wel, internetbedrijf. Mm-hmm. Ja. Dat we hier af moeten. Dat zijn bedrijven waar wij mee werken. Oké. Maar we hebben er een hele hoop. Op de site kun je het zien. Dus, ja. Je weet er niet nog meer te vinden? Nog meer... te noemen? Oh jawel hoor, Innology is een klant van ons, de vergelijker.nl is een klant van ons. Ja, ik zag het dingetje staan, ja. Ja. Dus dat is, die staat moet er ergens in de buurt van de paal komen, als ik me niet vergis. Ja. Heb jij het is wel leuk dat je meteen gewoon het oplost. Kijk, hoe heette die straat ook alweer? Ja. Die heb ik hier, nee. Nou goed, dan ga ik hiermee het interview afzenden. Dan gaan we op zoek naar de paal. Hoe vind je van elektrisch rijden, zo far, met je ervaring? Ja, het is anders. En als ik zeker weet dat ik langere afstanden kan afleggen, dan zou je mij nog wel zover kunnen krijgen ook, Vincent. Oké, mooi. Dankjewel Marcel. En bedankt voor het gebruik van de greenscreen. Graag gedaan. Oké, dat was dat. En nou moet ik dus naar die, hoe heet die straat ook weer? Kruisbeke, ja. Kruisbeek. Oeps. Kruisbeek.